Onze Veronica-collega Johnny de Mol is zojuist verkozen tot TV-persoonlijkheid van het jaar. Dit gebeurde tijdens de Beeld en Geluid Awards in Hilversum vanavond. En die awards zijn gewild in de omroepwereld, omdat het de enige prijs in ons land is die wordt bepaald door een vakjury. Een feestje dus in Hilversum, waar een menig enthousiaste televisiepersonality maar al te graag naartoe gaat. Het Instituut voor Beeld en Geluid zit vanavond bomvol met bekende Nederlanders, waar heel veel prijzen worden uitgereikt in net zoveel categorieën. Eén iemand wist van tevoren al dat hij met een prijs naar huis zou gaan. André van Duin. Hij krijgt vanavond een Oeuvre Award voor zijn gehele carrière. We zijn hier echt voor André van Duin. Ik hoop dat hij toch al allerlei prijzen, ridderordes en vlaggetjes en wimpels heeft. Want hij is al zo lang bezig. Volgens mij is hij al een aantal keren gelauwerd met allerlei andere prijzen. Als het niet zo is, dan is er iets mis. Dit kan nooit zijn eerste prijs zijn. Om stipt 8 uur begint de show en regent het prijzen. In de categorie beste acteur wint Daan Schuurmans voor onder meer zo'n rol in Bernard Schavuit van Oranje. Maar dan nou van dat ik met de moffel. Wat valt er verdomme te lachen? Jij bent blij, hè? Ik ben blij, ja. Zeker. Het is heel leuk, dit. Vind je het belangrijk om een vakprijs te krijgen? Ik bedoel, dat lijkt me toch best wel een eer dat niet alleen het publiek, maar ook de mensen uit het vak jou heel goed vinden. Ja, dat is heel bijzonder. Dat vind ik echt heel bijzonder. Het is een hele mooie jury, was het, met echt vakkundige mensen. Dus ja, dan is heel leuk natuurlijk om door je vakbroeders gelauwerd te worden. De uitzending van de Gouden Televisiering won een award voor beste showprogramma amusement. Johnny de Mol, die niet aanwezig is maar geniet van zijn vakantie, werd tv-persoonlijkheid van 2010. En André van Duin gaat er dus vandoor met de ereprijs, de Oeuvre Award. Dank u wel, dank u wel. Wat? De laatste keer dat ik zo'n applaus heb gekregen was toen ik boodschappen ging doen bij Albert Heijn. Nou, toch wel bijzonder, hè, om hem nu zo in uw handen te hebben. Ja, zeker. Ja, het is hartstikke. Nou, ik vind het ook nog wel een mooi ding, hè. Het is, je staat er niet van schut, maar je kan best voor de ramen zitten. Het is wel een mooi ding. Ja, het is een het is toch wel leuk. We hebben kroning na zoveel jaren. Ik vind het, een prijs krijgen is altijd leuk natuurlijk.